Buddy. Hallo mensen, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Linda, oftewel Diamantje Wel. En vandaag gaan we weer een murder mysterie doen. Hebben we natuurlijk al 3 keertjes eerder gedaan, maar het blijft gewoon hartstikke leuk. En dat doe ik natuurlijk ook niet alleen, want dat doe ik samen met Liam. Hi. Ryan. Hi. Rick. Hoi. En Jan. Hoi. En voor de mensen die niet weten wat Murder Mystery precies inhoudt, het is eigenlijk een minigame in Fortnite. En we zullen straks allemaal individueel bij een kist inspannen. We hebben zo 3 kisten waarbij er dus een bosje in zit. Dat houdt in dat je een burger bent. Er is straks een kist met een handcannon erin. Dat houdt in dat je de sheriff bent. En er is straks een kist met een bosje en een ballonnetje. En als je de ballonnetjes hebt, houdt dat dus in dat je de moordenaar bent. De moordenaar moet dus iedereen zien te killen, zonder dat de sheriff of iemand anders het door heeft wie het is. We hebben allemaal dezelfde skin aan, dus dat houdt in dus dat het lastig is voor ons om erachter te komen wie is en wie de moordenaar is. Wie is de sheriff en wie is natuurlijk de normale burger. Dat maakt natuurlijk ook een heel hoop lastiger. Het is dus de sheriff's taak om de moordenaar uit te schakelen en de moordenaar's taak om iedereen uit te schakelen. Het spel is dus afgelopen als de moordenaar iedereen gekild heeft of als de moordenaar gekild is. Op het moment dat je gekild bent door de moordenaar mag je dus niks meer zeggen en kan je uiteindelijk je borstje aantrekken om te spectaten. Is het allemaal duidelijk, jongens? Ja. Oké, top. Nou jongens, dan ga ik de game starten en dan ben ik benieuwd wie is. Het eerste potje gaat van start. We zijn allemaal ingespand bij een random plek. Dus we maken allemaal onze kist open. Oeh. Dus jongens. Ja. Ik zou zeggen, kom allemaal maar naar beneden. Hallo. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. We komen natuurlijk allemaal op de meetingplek. Ik zie al iemand ergens sneaky zitten gewoon. Er ontbreekt nog iemand. Oh! Nee jongens, er ontbreekt nog iemand. Maar goed, er loopt in ieder geval 1 moordenaar hier rond. Er loopt 1 sheriff rond en er lopen 3 burgers rond. We doen sowieso 3 potjes. Misschien wel een 4e potje, hangt er natuurlijk vanaf. Maar jongens, ik zou zeggen, ga allemaal een andere kant op. En veel plezier dan iedereen. Bedankt. Doei. Ik blijf dit echt... Dit is echt gewoon spannend. Ook al... Ik vind het echt gewoon leuk. Ik zie al deuren dichtgaan. Ik hoor al van alles dichtgaan. En we wachten gewoon rustig tot er iemand toeslaat. Nee. Ik hou hier echt niet van hoor. Ik word hier nerveus van. Je wordt helemaal nerveus, ja. Je wordt hier gewoon ook echt nerveus van. Maar je vertrouwt gewoon niemand in deze game. Ja, maar ik vind dat Jan heel sterk is. Nou, geef mij maar weer de schuld. Hij zegt niks, hè? Nee. Ja, jij ook niet, Rick. Jawel. Nee, jij zegt niet van man. Ongeweg. Linda is ook heel stil. Linda is niet heel stil, namelijk. Nee, ja, ik zit me gewoon rustig op te dekken. Dat ik ben alleen met iemand. Die komt achter me aan. Oh nee, nu zijn er meer mensen gelukkig. Oei. Nee! Uh-oh. Het is Linda. Nee. Jawel. Nee! Ja, zie je het? Nee. Linda! Zie je het wel? Het is Linda. Ja, ik was het inderdaad. Nee! Gewoon het eerste potje! Oké, eerste potje. Oké, lekker gedaan. Het was echt vet toevallig. Ik was gewoon de moordenaar en ik wist niet dat ik het zou zijn. Maar goed jongens, lekker gedaan. Ik wist ook niet dat Ryan als zo'n meisje ze zou gaan gillen. Maar goed jongens, gaan we door naar het volgende potje. En dan zullen we zien wie wat zou zijn. Potje nummer 2. En dan mogen we onze kisten allemaal weer openmaken. Jongens? Ja? Kom allemaal maar naar beneden. Kom allemaal maar even naar de meetingkamer. Waar is dat? Waar is de meetingkamer? Oké, 3 van de 5 zijn al aanwezig. Ik zal maar zitten hier. Oké, we zitten wel heel leuk nu samen.
Maar ja, iemand hier is natuurlijk de moordenaar. En we weten natuurlijk niet wie. Ik zie daar, ik vertrouw daar al iemand niet, want die wil gewoon alleen zijn. Nee, ik vertrouw nu ook niet. Ik durf ook gewoon met niemand alleen te zijn. Ik blijf gewoon nu al lachen. Maar goed, als de moordenaar ergens is, ik zou zeggen, je mag al toeslaan. Maar het is natuurlijk voor iedereen een tactiek. Durf in ieder geval met niemand alleen te zijn. Iemand heeft er heid te ziek van gemaakt. Iemand heeft hier een beetje heide ziek van gemaakt. Wie is het hier? Uh-oh. Nee, jongens! Ik word gewoon dood. Ah! Jongens, kom naar mij toe! Nee, dat is Jan waarschijnlijk. Oké. Dat is sowieso Jan. Jongens, sla dan! Jongens, dit is echt niet, dit is echt niet goed voor je. Dit is sowieso Jan. Dit is sowieso Jan. Nee, ik weet niet wie het is, maar ik durf ook Jan, niet alleen met iemand te zijn. Nee, echt niet. Jij bent het. Rijn is wel heel stil. Wat ik ben. Ja, maar ik durf ook, ik ga gewoon. Ja. Als we allemaal een treintje achter elkaar aanlopen, dan. Ik zie hier vier mensen achter me aanlopen. Nee! Ik zit opgesloten! Oh! Ik vertrouw het ook niet. Oh! Liam is denk ik dood! Liam zegt zo. Oh! Nee, er is nog niemand gekild hoor. Nee? Nee. Ja, Jan is het. Hoezo? Is Jan. Ben ik het? Ja, dat ja, is geeft praat. Van mij alles de schuld gewoon. Nu ben ik het weer. Ik ga gewoon even op een afstandje kijken. Nee, zit iemand achter me aan? Ja, zitten twee mensen achter me aan. Ik heb vier, man. Ja. Dat doen we leuk. Je wordt helemaal nerveus hiervan. Wie het is, die durft gewoon niet, man. Ja, dan is het Ryan. Ja, nou, moet Ryan op rijden. Nou. Ja, ik durf echt niet, jongens. Er loopt de hele tijd iemand achter me aan. Ga me verstoppen. Dat trouw ik niet meer. Nee! Ja, er is iemand gekild! Het is Liam is gekild! Nee, jawel, jawel, Rick. Nee, Jan, dit is ik hoor het aan mensen dit is stem, tactiek, jongen. Hè? Nee! Deze persoon is het, deze hoor. Oké, ik weet dat het. Deze ik is weet het. Dat... Iemand, jongens, deze. Iemand bij jullie is het! Ja, deze. Iemand hier waar daar ja, bij die drie? Deze, deze is bij het. Die drie, deze. Daar is, ja, het. Is het. Ja, het is Rick, het is Rick of Jan. Is het hier dat Jan? Staat daar iemand in zijn eentje? Het is Jan. Wie is dit daar? Nee, het is Rick. Dan kijken we gewoon even op afstandje, dan kijken we gewoon of iemand straks gekild wordt. Ik weet dat ik het niet ben. Ligt hier een bosje? Dat is van de spectator. Ah, maar wie is er nu dood, Liam? Ja, die zegt niks meer, die mag niet meer. Ga weg hier. Ik vertrouw jullie echt niet. Ben jij dit? Nee! Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Nee, het is Jan, hè? Nee, Jan is gekild! Het is Rick! Nee! De moordenaar is Rick! Deze is het, deze is het! Jongens, je wordt helemaal nerveus! Nee, wie is het? Ik weet niet welke het is! Deze, hier, ja, hier midden. Nee, dan is het Ryan toch! Wel Ryan, hè? Nee, of het is tactiek, nee. Jij bent het! Hij je probeert me mee te krijgen! Of, nee! Ah! Nee! Nee! Ryan, kom dan! Nee, ga weg. Ik ben het niet. Ryan, ik weet al dat jij het bent, maar het gaat nu tussen ons tweetjes. Dat klopt. Je was het dus wel. Kijk hoe hij gaat praten ineens. Oh, ik weet ook, ik durf ook gewoon niet te schieten. Hoeveel mensen leven er nog? Waar ben je naartoe gegaan? Je bent hem ineens gepeerd, hè? Nee. Je weet dat je mij moet killen, hè? Ryan, waar ben jij? Waar ben je? Ik ben buiten. Ik ben naar buiten gelopen. Ja? Ja? Hey Linda. Hey. Kom op. Nee. Nee. Ja, oké, jongens. Het was Ryan. Sneaky Ryan. Hij zat zo sneaky te lachen, jongen, ja. Gast. Maar ja. Toen iemand zei van, ja, hij durft niet, hij is pussy, toen zei ik, ja, dan is het Ryan. Maar je had het wel goed.
Dus dat houdt natuurlijk in dat de burgers 2 punten hebben verzameld. En dan ga ik nu eventjes een nieuw potje starten. Potje nummer 3, maak allemaal jullie kist maar open. En ik zou zeggen, kom allemaal maar weer naar beneden. Hallo! Gaan we natuurlijk weer naar de meetingkamer toe. Naar de meetingkamer, hallo. Naar de meetingkamer. Wie is dat hier? Oh wacht, dit is natuurlijk ook niet de meetingkamer. Wie is dat hier? De meetingkamer. De meetingkamer, de grote kamer. Waar we altijd meeten. Ik ga me verstoppen. Ja? Aite. Ik zie nog niemand bij de meetingkamer, jongens. De meetingkamer? Ja, de kamer waar we altijd elk potje starten. Jij bent weg. Oké, er mist nog 1 iemand. Oh, daar. Ook schrok me dood, er stond ineens iemand naast me. Oké, jongens. Ja? Voordat we natuurlijk, we lopen natuurlijk hier allemaal gezellig even in de meetingkamer. Ik bedoel, de een die is een beetje krankie gek. Die zit gewoon even rondjes te draaien. De ander die staat als een bezeten naar boven. Eentje zit op een lamp. En de ander staat gewoon maar te staren. Maar goed, als we allemaal klaar zijn met wat we doen, dan zou ik zeggen, loop een rondje en ga er vandoor. En dan wens ik iedereen veel succes. Bedankt, jij ook. Diegene is nog steeds rondjes. Nog een rondje. Nee, iemand rent nu achter me aan, jongens! Iemand rent helemaal achter me aan! Ja, het maakt niet uit dat jij bent. Sowieso Jan, dit. Ja, er zit hier een op de lamp. Stil, hè? Ja, maar er zit hier eentje op een lamp bij, maar die vertrouw ik niet. Of het is Ryan die zich verstopt. Nee, normaal ben jij. Nee, ik loop gewoon rond. Nog een rondje. Ja, maar iedereen is gewoon bang. Iedereen blijft gewoon in die meetingkamer. Nee, niet doen hoor. Nee, ik ga niet doen. Jongens! Ik zweer het, wie er zit er één achter me aan. Even weg, jong. Jongens, hallo. Nee, ik leef nog, maar ik schrik gewoon als iemand achter me aankomt. Hoor, dat is spannend. Ja, dat is spannend, dat is niet normaal, jongens. Liam vindt het spannend als hij een moordenaar is, dat is Liam. Maar jongens, er zit er iemand achter hem aan. Is er? Sowieso Liam. Is er iemand gekild? Nee, toch? Nee. Wanneer gaat hij eigenlijk toeslaan, jong? Hij durft niet. Nee. Net weer Ryan dan. Nou, bedankt. Maar we missen er eentje, we staan hier allemaal. Er missen één. Is er nou iemand dood of is iemand... Nee, er is nog niemand dood. Nee, niemand is nog meer. Hij durft niet. Rick! Ja? Ja, oké, Rick leeft nog. Ik denk dat Rick het is. Ja, hey, sowieso bij Ryan. 100%. Jongens, iemand loopt wel heel... op een hele rare manier achter me aan. En iemand wacht daar achter een muurtje op een hele rare manier. Jongens, iemand die zit achter me aan. Nee, oké. Wow, iemand die... Daar kan ik mee thuis komen. Iemand. Waar ben je? Jij. Jou ga ik mee. Jou laat ik niet ben jij alleen. Jongens. Er zijn neer. Er is geen neer. Wacht, wij drie zijn het niet. Blijf bij elkaar. Daar is hij! Dat moet hem zijn! Ja, ik ga hem pakken, jongens. Ja, dat is Rick! Nee, Rick is stil! Dat is Ryan! Het is Ryan of Jan! Nee, ik loop bij jullie! Nee, wie is het nou? Ik ben het niet! Ga weg! De moordenaar die zit daarachter! Pak je wapen erbij! Ja, hier, hij staat hier om het hoekje! Daar om het hoekje! Ja, hij zit heel sneaky! Daar om het hoekje! Ja, loop! Hij loopt nu aan deze kant. Hij komt via deze kant. Hij ziet! Ryan, het is een pak Ryan! Wow, je schiet mij! Ik ben onschuldig! Nee, je schiet hem! Wacht, stop! Je stond op een bosje! Ah, schoten voor jongens, wat is er gebeurd? Ik heb het niet meegekregen. Ik ben doodgeschoten. Ja, de sheriff schoot de verkeerde af. Ja, de mij detective. Schoot die! Ja, dat was de verkeerde. Oh, en de moordenaar heeft nu iedereen gekild. Ja. Klopt. En wie was de moordenaar? Ik. Jij weer, hè? Oh, wauw. Nou, jongens, we gaan gewoon lekker nog een potje doen, want ik vind het zelf veel te leuk. Ik ook. Dus gaan we een nieuw potje starten.
Jongens, de laatste ronde. Ik heb er heel veel zin in. Ik zou zeggen, maak allemaal jullie kist maar open. Ja. En dan zou ik zeggen, kom allemaal maar naar beneden. En ga allemaal maar naar de meetingplek. Wat is er? Zit hier maar met een wiki. Hallo! Oh, er zit er gewoon naar iemand achter dat hoekje nog. Oké, iedereen is compleet. Ja. Oké, jongens. Wat? Iemand heeft een cadeautje. Oh, zit erin dan? Kijken. Pas op, de murder zit erin. Kijk uit! Maar iemand rent nu wel sneaky weg. Die... Ja, kijk, er staat daar iemand achter die paal. Ja. Oké, jongens, ik zou zeggen, ga allemaal een andere kant op of een eigen kant. En dan wens ik iedereen veel succes. Nou, ik ga me verstoppen. Ja, ik ga ook. Oh, er zit iemand achter me aan. Er zit iemand achter me aan! Dat is weg, joh! Er zit iemand achter me aan! Nee, zeg het ook. Die zat helemaal alleen in de garage. Ik hoor iemand zijn wapen trekken. Waarom ga je zo achter me aan? Ja, jullie rennen nooit naar mij. Ik vind dat echt niks. We gaan nu even weg, jong. Wat? Ja, maar ik blijf expres bij iemand als iemand er nog extra mee is. Want dan weet je dat hij niet toeslaat. Ja, maar ik wil gewoon weg. Ik wil gewoon nergens ja, weg. Ik durf wel achter iemand aan te rennen, maar... ik vind het niet meer leuk. Oh. Wow, er is niet iemand heeft toegeslagen. Wat? Die zit er hier. Jumpscare. Wie zit er zo te gillen? Jan? Jan is dood, jongens! Jan is dood, Rick! Rick! Rick is het! Nee, ik zie. Ik zie erop me dood. Ja, wie is wie nou? Hoeveel zijn er dood? Ja, ik hoor Rick niet meer. Ik hoor Jan ook niet meer. Doe dat ding weg. Je zit op mij te richten. Dan ben jij het. Nee. Linda is het sowieso. Nee. Jongens, ik vertrouw jullie. Ja, trouwens, ik vertrouw... Ah! Wat gebeurt er nou? Oh, nee. Shit. Oké, jongens, ik ben gekild. Ik was het inderdaad. Ik dacht dat Rick het was. Nee. Wie had ik als eerste gekild? Oh, mijn god. Ik. Wie had... Had ik jou als eerst gekild? Ja, ik deed een mooi hartje naar je. Ik ja, maar ik wist niet dat jij het was. Oh. Oh, sorry Jan. Maar nu missen we nog iemand. Rick. We ja, missen Rick. Ik dacht dat Rick het was, omdat ik heel vaak moest respawnen. Ja, nee, ik ja, was het niet. De... Nee, jou, ik was de moordenaar weer. Het was echt vet toevallig. Ik daarom wilde je hem niet restarten, hè? Nee, ik dacht, ik ben de moordenaar. Dus ik maak er lekker gebruik van. Maar goed, jongens. Dat houdt natuurlijk wel weer in dat dit ook weer het einde van deze video is. Ik vond het in ieder geval super leuk. Vonden jullie het ook leuk, jongens? Ja. Ja. Ja? Nou, het is zeker weer wel, zeker weten wel verhaling vatbaar. En er zijn natuurlijk ook nog meerdere mappen op andere mappen met hetzelfde soort idee, maar dan net eventjes anders. Dus als jullie dat leuk lijkt, gooi dat dan natuurlijk eventjes in de reacties. Dan zeg ik, jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei.